Yo, Gianan hier en welkom bij de start van seizoen 3 van F1 2021 My Team Career Mode. We gaan vandaag beginnen aan ons avontuur om dat tweede wereldkampioenschap te veroveren. Wij werden dus kampioen in seizoen 2, Verstappen werd kampioen in seizoen 1. En het is nu tijd om te onderhandelen met een nieuwe rijder. Ik ga Felipe Massa wegdoen. Waarom? Ik wil een sterkere coureur naast mij hebben. Dat is niet Michael Schumacher of Ayrton Senna. Ik heb al iemand op het oog. En dat is de wereldkampioen van 2021. We gaan proberen om Max Verstappen weg te kapen bij Red Bull. Om te proberen een volledige Nederlandse line-up van te maken met twee wereldkampioenen die in seizoen 1 en 2 kampioen werden. Schumacher is denk ik net iets te duur. We gaan gewoon voor Max Verstappen. Hij is wel lager gereten dan Felipe Massa. Massa heeft ook meer ervaring, maar hij zat er gewoon niet bij. En we gaan proberen om Verstappen weg te kapen. Het is inmiddels gelukt. Approach is accepted. Maar Red Bull wil zijn ideale rijder niet kwijt. Kijk maar, we moeten tegen Red Bull gaan opbieden. We bieden 11,5 miljoen, nu 11,3 miljoen. Wat doet Red Bull? Red Bull 11,42 bij 11,55 miljoen. Wat doet Red Bull? Ik denk dat Red Bull het erbij laat zitten, want wij bieden net wat meer. Nee, jazeker. Het is steeds op en neer gaan. We moeten gewoon slim zijn. 12,05 miljoen en Verstappen is onderdeel van Schraven Racing. We hebben gewoon Max Verstappen bij ons team gecontracteerd voor seizoen 3. Ongelooflijk dit. Fantastisch. 12,05 miljoen is zijn salaris plus 5,5 miljoen buy-out. Dus stel Red Bull wil zijn rijder terug, dan kunnen zij 5,5 miljoen extra betalen om Verstappen weer terug te veroveren. Maar een volledig Nederlandse line-up in Schaven Racing. We werden tweede in het constructeurskampioenschap. Daardoor is het $71,03 miljoen binnengeharkt. 10 overwinningen tegenover 3 van Verstappen. 6 pole positions tegenover 3 van Verstappen. 298 om 181. We werden eerste en Verstappen werd derde. Hopelijk kunnen we dit seizoen weer strijden voor het constructeurstitel. Waarom? Omdat dit keer Verstappen er zit. Dus hopen op goed werk in Bahrein. Maar eerst nog de auto en de pakken maken. Dit is dus de kalender. En die kalender die zien jullie vanzelf wel bij de afleveringen namelijk. Nederland komt er sowieso op. Waarom? Het is onze thuiswedstrijd. Australië komt er sowieso op. En we gaan dus gewoon lekker door met de rijdersinformatie. De helm gaat worden aangepast. Jazeker, ik heb al besloten wat voor auto het wordt. Het wordt een Nederlandse auto. Wat betekent rood, wit, blauw? Omdat het een volledige Nederlandse line-up is. Deze is gemaakt door Russell trouwens, in real life. Maar we hebben George niet als teamgenoot, dus dat heeft geen nut. We zitten gewoon even te kijken welk chassis het beste is. We kunnen ook Devin Butler of Lucas, nee sorry, geen Lucas Weber. Of Jackson, Aiden Jackson of Casper Ackerman pakken. Alleen die kunnen we niet bewerken. Dat is jammer. Dit zou wel eens lukken. De drie kleuren die ik nodig heb zijn rood, wit, blauw. We gaan gewoon even spelen met de kleuren die er zijn. Deze is wat eentonig. Het kan misschien.
dat dit de nieuwe auto wordt. Alleen dan in andere kleuren namelijk. Het is gewoon even spelen met wat we hebben. Dit zou op zich kunnen. Niet verkeerd. Misschien oranje ertussen. Dit ziet er niet verkeerd uit hoor, vind ik. Dit ziet er best wel nice uit. Kijk eens. Ik zeg doen. Dit ziet er wel heel mooi uit. Echt traditioneel, eenvoudig. Wit, oranje, donkerblauw. Ja, het moet eigenlijk lichtblauw zijn. We kunnen even spelen met of er nog andere kleuren zijn. Zoals dit. Dit ziet er net wat anders uit. Een beetje Prema-achtig in de Formule 2 van Robert Schwarzman. Die heeft ook zo'n auto. Precies dezelfde volgens mij. Even spelen met het blauw. Het moet wat donkerblauw zijn. Maar ik denk dat dit de auto is. Het ziet er heel mooi uit. Echt gewoon simpel, traditioneel, drie kleuren. Ik zeg doen. Persoonlijke sticker. Ik vind die ruimte niet zo mooi. Dat doe maar niet. Die quote van Schumacher. First you have to finish. In seizoen 1 hadden we die quote erop zitten. Alleen die zag je niet goed omdat de halo wit was. Dus nu doen we poging nummer 2. De pakken moeten nog wel worden aangepast. En de helm wordt ook aangepast naar de drie kleuren namelijk. Misschien kan er wel een tintje oranje in komen. Wie weet, we moeten gewoon even kijken. Dit dan rood, jazeker. Het is wel mooi die overhang hoor, kijk maar. Ik zit gewoon even te pielen met de helm zelf. En dit dan blauw. Ja, dit. Dit ziet er wel nice uit. Echt traditioneel ook Nederlands. Beetje oranje erbij vanwege de oranje leeuw namelijk. De pakken worden ook aangepast. Het leuke is dat Verstappen ook Nederlands is. Dus dat komt helemaal goed uit. Je zit gewoon even te spelen namelijk. Dus het mag allemaal. Dat naar blauw. En dan dat zwarte moet oranje worden. Jazeker. Dit dan. Op zich. Het ziet er nice uit. Ik vind het echt heel mooi. Nu moeten ook de handschoenen worden aangepast. Andere kleur gewoon, denk ik. Die eerste handschoen was van seizoen 1. Dus dat is opvallend dat die er nog steeds tussen zit. Alleen we passen gewoon de handschoen van seizoen 2 passen wij gewoon aan naar de kleuren van de racepakken. Jazeker, dit is mooi. Dat moet dan blauw worden. En dan is het zo wel goed, denk ik. Oranje zit er ook in. Goed om te zien. Blauw moet wat worden aangepast, zie ik. Yes. Oh, iets te veel. Jazeker, dit is weer de goede kleur. Iets donkerder maken. Kijk. Nou, als dit niet mooi is. Gewoon alles in traditioneel rood, wit, blauw, oranje. Zoals we kennen van de Nederlanders.
Dit was gewoon radio calls. Kunnen altijd nog worden aangepast. Dat was dus de eerste die ik dus had in seizoen 1. Maar goed. We gaan lekker door naar de kwalificatie. Ik heb heel veel onderdelen aangeschaft. We moeten gewoon goed zitten met de R&D-punten. Fernando Alonso is officieel weggegaan. Ik kan je nu alvast verklappen. Guang Yuzhou rijdt voor Red Bull. George Russell is naar Alpine gegaan. Kijken, want we kunnen zo meteen nog even kijken naar de rijders, als die er zijn. Ik denk, ik ga even terug. Misschien mis ik nog iets, maar ik denk van niet. Perez blijft bij Red Bull. Massa dus weg uit de Formule 1. Alonso dus weg uit de Formule 1. Vettel ook gestopt in seizoen 1. En dan ga ik denk ik gewoon lekker door naar de kwalificatie voor de grootprijs van Bahrein. We zijn aanbeland bij Q1. Ik vind de auto heel erg vet. Vooral de zwarte logo's op de halo spreken gewoon voor zich. Hopen dat Verstappen mee kan komen in Q3. Wij moeten eerst Q1 zien te overleven. Dat lukt gewoon wel, want we hebben onze voorsprong behouden in de Research and Development boom. Carlos Sainz zet de snelste tijd in met een 1.27.4. Wij komen aan bij de laatste bocht. En wat wordt onze tijd? Onze tijd wordt een 1.26.1. Op P1, Norris op P2. We zijn aanbeland bij Q2. Ik ga proberen om op die medium band te kwalificeren. Kijken of dat ook lukt. Ziet er een klein beetje door, missen de apex. En daar gaat wat tijd verloren. DRS hier weer geopend voor de tweede keer deze ronde. We stappen ook op de medium band. We schieten hier gewoon door, raken het grind. En raken per ongeluk een Alfa Tauri. Met vol vleugelschade finishen wij op een P2 in onze eerste run. Op 3/10 van Charles Leclerc. Dat is niet genoeg om door te kunnen komen naar Q3. En ik ben eruit op een verse set softbanden. Verstappen is ook naar buiten. Want die heeft zijn tijd ook op de mediumband gezet. En is ook tot nu toe niet door. Dus wij moeten nog een keer er vol tegenaan gaan. Al gelijk groen bij de Delta. 3/10 onder onze eigen tijd. Dat is goed om te zien. Paars in sector 1, groen in sector 2. De vlag hangt uit hier in Q2. Wij dus naar een P13 verwezen. Maar ik neem aan dat wij gewoon door zijn naar Q3. DRS geopend. En jazeker, we zijn door naar de top 10 qualifying. Verstappen is ook door. Dat is goed om te zien. Iedereen heeft al een run genoteerd. Wij zijn bezig. Wij gaan zo meteen onze enige run doen hier in Bahrein. Gaan we proberen met deze run te doen om naar de pole position toe te rijden. Maar ik ben bang voor Verstappen. Hij heeft zijn tijd al genoteerd. Is voorlopig naar pole position. In zijn debuutrace rond pakt hij gelijk voorlopig de pole. Verstappen doet dat heel goed. DRS geopend. En daar gaan we dan kijken waar dit rondje ons gaat brengen. Quick position rundown for you. The current top 5 are Verstappen, Norris, Ricciardo, Leclerc en Perez. Verstappen op pole position. 1.26.3 is de snelste ronde die we die Verstappen rijden. Dus wij moeten een 1.26.2 rijden om die pole af te pakken. We komen bij de laatste bocht aan. Iets te wijd. Wat gaat dit rondje worden? Dit wordt een 1.26.4. Nee, we pakken niet de pole position. Verstappen verslaat ons in zijn debuutrace voor het team.
En wij komen 91.000 tekort. Verstappen naar pole, 1.26.3. Wij naar P2, 1.26.4. Lando Norris, 1.26.5. Dat betekent, we zijn verslagen. Maar dat geeft niks, de punten worden verdeeld in de race. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 37. Voor de allereerste aflevering van seizoen 3. Daar gaan we dan. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. There's no shortage of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit, with the best at turn one, of course, and then another soon into turn four. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, and we could see one or two flat spots into the tight left-hander of turn 10. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And the Professor completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Bottas, Lewis Hamilton and Ricciardo, Leclerc, Perez, Sainz and Yuki Tsunoda, Russell, Gasly, Esteban Ocon and Joe, Giovinazzi, Stroll, Marcus Armstrong and Callum Ilott, Latifi, Mick Schumacher, Lundgaard and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? We zijn aanbeland bij de grid. Soft, soft, medium. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. We vertrekken vanaf P2. Verstappen op pole position is een eerste race voor ons team. Hij staat 1-0 voor Max in de kwalificatie. Daar moet wat aan gebeuren in deze wedstrijd. Daar moeten we 1-0 in de race van maken voor ons natuurlijk. Er kan van alles gaan gebeuren in deze grote prijs. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 37. Voor de start van het nieuwe seizoen in seizoen 3. Met Max Verstappen, onze teamgenoot op pole position. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed weg. Verstappen is heel snel weg. Heeft al gelijk een gat van 1/4 naar ons. Kijk dan. Wat doet onze landgenoot hier dan? En Verstappen rijdt weg. Wij kunnen volgen. Gooien onze overtakeknop hier gelijk aan. Maar dat heeft geen nut. Verstappen is al een halve seconde los van ons. Wat krijgen we hier dan? We proberen wel in het spoor te blijven van onze landgenoot. Maar dat lukt niet. Lando Norris op P3. Bottas op P4. Leclerc op 5. Remmen wel naar Max toe. Maar ik merk nu al. Verstappen heeft een vele betere exit bij de bochten. Wat wij niet hebben. Zit er een klein beetje door. En kijk dan naar de tractie die Verstappen heeft. Is al ruim 1/18 bijna los van ons. Ongelooflijk hard. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Daar gaan we tenminste in. En Verstappen zet de snelste race om te winnen met een 1:30.3. Wij vallen hier aan de buitenkant van onze teamgenoot. Maar Verstappen remt laat. En die aanval slaat hij af. Kunnen wij terugkruisen? Nee. Jammer maar helaas. Hier dan. Overteken op aan. In de slipstream. Kijken naar de buitenkant. Alweer. Lukt dat deze keer? Nee. Terugkruisen? Net niet. Jawel, dat lukt wel. Verstappen heeft hier betere exit en we moeten hem laten gaan helaas. Jammer, maar zitten wel paars in sector 1 neer. Zitten er dicht op om aan te merken dat wij niet zomaar ons gewonnen geven. We zitten einde ronde nummer 2. Zometeen gaan we ronde nummer 3 alweer in. Verstappen heeft een wat betere exit. Wij gooien onze overtakeknop aan en wij... Zet er niet te snel als race om neer. Verstappen verbetert zich naar een 1:30.0.
Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Weer een andere lijn nemen. Lukt niet. We hebben hier DRS. Gooi je die ook aan. Verstappen houdt zijn auto breed. Blokkeert wel zijn rechter voorband. Dus hij voelt de druk. Wij nog steeds op P2. Gat is een tiende. Paars in sector 1. 2/10 sneller. Dat betekent dat wij hard aan het pushen zijn. Maar we hebben hier last van de dirty air. We moeten wat minder hard naar Verstappen toe zien te rijden. Dat gat is nu 5/10. Een halve seconde na Max. We hebben hier weer DRS. Maar Verstappen heeft dan weer die exit die hier oh zo goed is. We zitten in ronde nummer 3 nog steeds. Zometeen gaan we ronde nummer 4 alweer in. Rijden hier naar Verstappen toe. Maar dan heeft Verstappen hier weer een hele goede exit. Hoe kan dit? We hebben overtakeknop aanstaan. Verstappen verbetert zich daar een 1.29.8. Wij razen er voorbij en we zijn naar P1. Verstappen kijkt terug naar de buitenkant. We schieten een klein beetje door. Raken die curbstone wat. En Verstappen weer aan de leiding. Hij heeft hier ook DRS. Wij kijken naar de binnenkant. Lukt niet. Verstappen blokkeert die binnenkant natuurlijk. En wij terugverwezen naar P2 door een foutje van ons. Verstappen weer terug aan de leiding. Hebben hier een betere exit? Lukt daar net niet. Jammer. 16e langzamer. Einde ronde nummer 4. We kijken hier naar de buitenkant. Nee, daar was geen ruimte. Daar was geen ruimte. Zometeen dan proberen op het rechte stuk hier met DRS ingeschakeld. Overtakeknop. Ingeschakeld. Nee, die laten we zo staan. En we kijken naar de buitenkant van onze landgenoot. Jeff adviseert een nieuwe strategie te doen. Om in ronde nummer 9 naar binnen te duiken volgens mij. En de leiding herovert. In ronde nummer 5. Verstappen kijkt. Maar kan niet aanvallen want wij houden de auto gewoon heel breed. En Verstappen zit daar gewoon net te ver weg. Paars in sector 1. We zijn los. Verstappen kijkt naar de buitenkant. Verstappen kijkt naar de buitenkant. En Verstappen heeft hier gewoon een betere exit. En we zijn gewoon gezien. Verstappen weer terug aan de leiding in de grote prijs. In ronde nummer 5. We zitten er heel dicht op. Kijk hier dan naar die buitenkant. Hebben DRS. Maar dit bedoel ik. Waar haalt Verstappen die exit vandaan? Wij kijken hier naar de buitenkant trouwens van Verstappen. Lukt dat? Terugkruisen misschien? Jazeker. Maar Verstappen zit aan die binnenkant. Ah, net niet. Net niet. En zet er rood in sector 1 neer. Een tiende langzamer. Hebben hier dan wel een betere exit? Nee. Verstappen en ik even snel weg. Wij gooien onze overtakenknop aan. Kijken naar de binnenkant. Maar Verstappen laat hem gewoon staan. We moeten hem leven, want het is onze teamgenoot. Ja, en ik weet niet hoe hij dat flikt, maar Verstappen, het hier ook DRS, is ons voorbij geraast. En is aan de leiding in ronde nummer 6. We moeten verdedigen van Lando Norris. We zitten hier heel erg dicht op Max. Hebben DRS. Kunnen wij ook aanvallen? Nee, we zitten net te ver weg. Norris dus aangedrongen voor P2. Die wil die gaan afpakken. En dat gat naar Verstappen is 3/10. Momentje oversturen op de exit. En dat ziet Lando Norris. Lando Norris valt aan. Aan die buitenkant. Maar schiet door. Lando Norris schiet door. En staat daar stil. Groene vlag wordt gezwaaid. We kunnen weer verder. Norris staat daar nog steeds stil. In ronde nummer 6. Norris komt daar niet weg. De safety car is op de baan omdat Lando Norris niet wegkomt. Nieuwe strategie is beschikbaar om naar de mediumband te gaan. Verstappen gaat in één keer langzaam rijden. Hij gaat denk ik ook naar binnen. We gaan voor een dubbele pitstop. Kijken of dat wat uithaalt. In ronde nummer 6.
Verstappen naar binnen. Wij gaan hier de boel wat ophouden. Om te zorgen dat wij goed uitkomen bij die dubbele pitstop. Een aantal jongens gaan door. Dat weet ik nu al. Want die kunnen geen dubbele pitstop doen. Verstappen is weg bij mijn team. 3 seconden, jammer. Ik dacht 2,9, maar het is 3 seconden. Komen wel mooi voor Valtteri Bottas weer de baan op. Maar vallen ver terug. Op een P10 Lundgaard moeten wij passeren. Hij is te ver van de queue, van de wachtrij. Dat geeft de game aan. Maar we kunnen hem niet passeren. Kijk maar, we zitten net te ver weg. Lukt dat hier dan? Het zegt nog dat het mag. Dan gaan we het ook doen. Ah, net niet. Net niet, want we moeten nu achter Christian Lundgaard blijven. In ronde nummer 7. Verstappen is trouwens naar die softbanden gegaan. Yes, verse soft. Dat bevestigt Jeff. Wij dus op verse mediums. Safety car op de baan in ronde nummer 7. Die gaat weer naar binnen in ronde nummer 8. We gaan weer racen. Lundgaard op P9. Wij dus op P10. Bottas zit te kijken. En we vallen hier Christian Lundgaard aan. Ook Nicolas Latifi is gezien voor P8. Het is geel in sector 1 in de eerste bocht. Maar we kunnen weer verder racen. Ailot. Kunnen we alleen maar naartoe rijden. Hier dan terugkruisen misschien. Betere exit hebben. Jazeker. En dat is P7. Raken Callum Ailot wel een klein beetje op zijn voorvleugel. De volgende heet dan Guangyu Zhao. Zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. Zo is het. De Chinese rijder als vervanger van Verstappen. Het is geel! Oh, Verstappen was daar gespind. En wij moesten echt even opletten dat we daar niemand hadden geraakt. Verstappen gespind. De safety car is alweer op de baan geroepen. Heel veel rotzooi op de baan. Verstappen gespind. Verstappen de controle kwijtgeraakt over zijn auto. Onze teamgenoot rijdt niet in de punten. We moesten daar even ontwijken. De safety car is op de baan geroepen voor de tweede keer deze dag. Een chaotische grote prijs tot nu toe. Hamilton uitgevallen in de wedstrijd. Die heeft denk ik te veel schade opgelopen, want het was daar even file. Hamilton niet gefinished. Valt uit vanwege schade aan zijn auto. Heel veel jongens duiken naar binnen. We zitten in ronde nummer 10. Nog 19 rondes te gaan. En daar is dan de safety car. We stappen opnieuw naar binnen. Christian Lundgaard op het podium. Perez op het podium. Bottas op P4. Giovinazzi op P5. Hier dus een herhaling wat wij zagen. Wij gingen hier kijken bij Perez. Keken hier misschien naar de buitenkant. Lukte niet, want Perez hield zijn auto heel breed. Daar spint Verstappen in de verte. Is hier in één keer allemaal op de rem. En dan moet ik daar even opletten, omdat daar een Aston Martin stilstaat. En dan mogen we Perez hier niet inhalen, want het was hier geel. Dit is even een slow-mo. Moet je kijken, zometeen. Ik zie hier nu pas dat Verstappen daar stilstaat en raken daar net niet Lance Stroll. Het heeft heel weinig gescheeld. Kijk dan. Centimeter. Damn. Dat had gewoon heel anders kunnen aflopen. Ik was gelukkig, zag ik het op tijd. Anders hadden we gewoon een keiharde klap gemaakt. Dit ziet Verstappen, mijn teamgenoot, die spint hier. Maar door wie? AlphaTauri, sorry, ja. Alpine blokkeert en dan spint Verstappen daar. En dan is hier in één keer iedereen op de rem gaan staan. Oh, Nikita Mazepin, voorvleugel kwijt. Heel veel jongens moeten naar binnen voor een nieuwe neus. Verstappen helemaal van achteraan.
Lewis Hamilton dus uitgevallen vanwege die klap die hij kreeg. Want hij moest ook stilstaan en werd compleet van achteren geboord door een andere auto. De safety car duikt naar binnen in ronde nummer 11. Wij mogen de pace gaan bepalen. We stappen dus achteraan op P15 volgens mij. Niets in de punten en dat is zonde. Hij had hier gewoon op P1 moeten liggen. Alleen door die domme fout van hem, door die spin, krijg je dit. En dan is hij ook nog naar de softbanden gegaan. Ik snap niet waarom, maar goed. Het is wat het is. De tweede safety car van de dag. Bernd Mailänder is de pitstraat weer in voor de tweede keer. Wij gaan het tempo hier gewoon rustig bepalen in deze grote prijs. Met nog 18 rondes te gaan. De banden opwarmen. Dat doen wij. Ik hoor het Lundgaard terugschakelen. We gaan het heel slim spelen. En nu gaan we op het gas. En we zijn gewoon goed weg. Giovinazzi heeft een tijd gehad van 5 seconden. Perez, goed weg. Lundgaard, niet goed weg. En daar valt Perez dan aan die binnenkant aan. Bij Christian Lundgaard. Het is geel. En nu weer groen. En dat gat naar Lundgaard is inmiddels opgelopen tot een seconde. Dus we zijn goed weg bij de herstart. In ronde nummer 12. Alweer van de wedstrijd. Dus dat schiet lekker op. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Nog 14 rondes te gaan. Perez op P2. Bottas op P3. Russell op P4. Stroll op P5. Het is geel. Daar rijdt een Williams langzaam. Dat is volgens mij Guang Yu Zhou. Of Callum Islet. Weet ik niet zeker. Sorry, dat is niet Guang Yu Zhou, want die rijdt bij Red Bull. Christian Lundgaard is dat dan. Nee, want die rijdt bij Alfa Romeo. Ik ben even helemaal in de war met de rijders, omdat dit een nieuw seizoen is. Die heeft een lekker band. Die Williams-rijder heeft een lekker band. Ocon is uitgevallen. En die staat stil in sector 1. Safety car. Alweer een safety car op de baan. Mijn god, hoeveel safety cars hebben wij vandaag niet gehad? Het is al onze derde volgens mij van de dag. Nieuwe safety car. Sowieso, want Ben Mailänder, ja, die moet weer de baan op. En een nieuwe strategie is beschikbaar. We gaan dus naar de harde band. In ronde nummer 15, nog 14 rondes te gaan. En die Williams, die schiet maar niet op. Dat zie ik. We duiken dus naar binnen. Voor een nieuw setje harde banden. Het gat naar Bottas is 10,5 seconden. Ik denk dat iedereen naar binnen gaat en dat wij gewoon als leider terug de baan opkomen. Dat is, wie was dat eigenlijk? Ik had het zo even 1, 2, 3 niet gezien. Maar we komen naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag in ronde nummer 16. Nog 13 rondes te gaan. Bottas naar binnen. Perez naar binnen. Russell naar binnen. Stroll naar binnen. 1,9 is de pitstop, dat is goed om te zien. Komt Verstappen ook mee naar binnen? Jazeker, Verstappen mee naar binnen. Latifi op P3, Leclerc op P4. Troll nu naar P3, Troll naar P2 trouwens. En nu moeten we weer naar Bernd Mailänder zien toe te rijden. Daar staat hij weer stil. En we zijn weer bij het oude, oftewel we rijden aan de leiding met de safety car voor ons. Dat hebben we nu al heel vaak gemerkt vandaag. Maar tot nu toe een krankzinnige wedstrijd. Van seizoen 3, de beginwedstrijd namelijk. Gap to teammate behind is 21.9 seconds. They're on fresh hearts. They're in 10th. We stappen naar de punten. Dit is er namelijk gebeurd met die Williams-rijder. En ja, en die heeft een lekke band. Uit het niets. De linker voorband klapt bij de Williams-rijder. En staat daar gewoon te malen. Hij moet gewoon langzaam terugrijden. Dat is het advies wat de teams altijd geven. Safety car duikt weer naar binnen in ronde nummer 17. Lance Stroll zit achter ons. We gaan het weer rustig aandoen.
We hebben gloednieuwe harde banden tot onze beschikking. Lance Stroll rijdt op die medium compound, Russell op het podium. Voor Alpine, Aylot naar 4. Of was dat wel Christian Lundgaard? Weet ik niet zeker. Moeten we even kijken zometeen. We gaan weer racen in ronde nummer 18. Lance Stroll is wakker gebleven. Gele vlag. Nu weer groen. Nog 8 rondes te gaan. Russell kijkt aan die binnenkant bij Lance Stroll. En Russell naar het podium. Gele vlag. En weer groen. Jazeker, het gaat steeds op en neer namelijk. Nog 8 rondes te gaan. Verstappen in de punten. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Verstappen op P5. Kan daar niet meer aanvallen bij Perez? Nou, hij zit in de DRS-zone hoor. Wat kan Verstappen nog? Kan hij nog misschien Perez pakken voor P4? En wordt dat misschien een hele mooie comeback voor onze teamgenoot? Dat is allemaal afwachten. Nee, Verstappen redt het niet. Verstappen finisht op P5. Wij gaan hier de allereerste wedstrijd van seizoen 3 winnen. In stijl. Na een krankzinnige wedstrijd in Bahrein met volop incidenten komen wij als eerste over de finish. Dit is goed om te zien en we gaan ons voorbereiden voor de volgende wedstrijd in China. Well, that might not have been the finest race in history, but there's no question it was a critical win. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier ben dan dus de uitslag. Wij winnen dus de openingswedstrijd van seizoen 3. Pakken dat zelfs race-rondepunt. Lance Stroll krijgt driver of the day. Russell naar het podium. Voor Alpine doet hij goed in zijn eerste wedstrijd voor het nieuwe team. Lance Stroll naar het podium voor Aston Martin. Doet hij goed hoor. Verstappen teruggeknokt naar P5. Vertrokken vanaf P1. Jammer. Van die spin. Aylot pakt zijn eerste punten voor Williams. In seizoen 3. Dat doet hij goed. En 3 uitvallers. Bottas, Ocon en Hamilton. 8 punten verschil naar George Russell. En wij zijn los. 18 punten verschil naar Alpine. Dus, dit seizoen kunnen wij misschien constructeurskampioenschap worden. Maar dan moet de volgende wedstrijd wel beter gaan. Maar tot nu toe, een spannende wedstrijd. Dit belooft ook een spannend seizoen te gaan worden. Sowieso met Verstappen naast ons. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik heb ontzettend genoten van deze wedstrijd. Ik hoop jullie ook namelijk. Heb jij genoten? Beloon het dan met een like. Heb jij niet genoten? Dislike de video dan. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? En wil jij meer wekelijkse video's van F2021 My Team Remote zien? Schakel dan dat belletje aan als je bent geabonneerd. Zo niet, abonneer dan gewoon op mijn kanaal. Laat toch een pushje naar die 150 abonnees. We zitten op de 109 abonnees, dus ja, ben jij nieuw? Abonneer dan. Of ken je iemand die het voor eens wel leuk vindt? Zeg dan vooral naar mijn kanaal te gaan. Volg me even op sociale media, maar gebruik hem in de beschrijving. Dit was Jenan mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. We gaan verder in China.